Dames en heren, goedemorgen. Van harte welkom hier in Gina en vooral ook harte welkom in Winkelcentrum Leidschagen. Mijn naam is Otto Ambachtseer. Ik ben verantwoordelijk voor de activiteit van Unibouw Rodamco in de Benelux. En doet mij deugd om u in zulke grote getale hier welkom te mogen heten. En we gaan een voor Nederland uniek project creëren. Een overdekt winkelcentra met ruim 250 winkels, 20 restaurants, een bioscoop met 10 zalen. Eigenlijk is het veel meer dan winkelen. Een dagje Mall of the Netherlands wordt een dagje een uitstap, een dag opstap. Dus. Wat we ervan gaan maken, dat ga ik nog één keer laten zien op de volgende plaatjes. Het is lastig voor te stellen dat meest grijze winkelcentrum van Europa toch over 3 jaar zal behoren tot een van de meest moderne winkelcentra van Europa. Hier een plaatje van de hoofdentree. De hoofdentree gecombineerd met de entree naar Dining Plaza. Otto gaf het al aan, winkelen wordt steeds meer dan winkelen. Het wordt echt een dagje uit. Vanaf de hoofdentree dan komen we hier binnen op het plein aan de noordzijde van het winkelcentrum. Dan kunnen we rechts naar beneden eventueel de parkeerkelder in. En rechts omhoog richting Dining Plaza en de bioscoop. En links en rechts op begaan grondniveau de winkelmachine ingaan. Dat hebben we natuurlijk nooit kunnen doen zonder de betrokkenheid bij van heel veel mensen. En die wil ik dan ook bij deze van hartelijk gaan bedanken. Om te beginnen met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Speciale dank gaat uit naar projectwethouder Nadine Stemerdink. Bedankt, jullie zijn echt een enorme steun geweest in de loop der jaren. Mensen hebben behoefte en ik denk dat dit concept daar echt aan tegemoet komt. Om niet alleen boodschappen te doen, maar echt te winkelen. En om ook vermaakt te worden. En dat betekent dat je ook een beetje ontzorgd wordt, dus dat je kunt parkeren. En dat je dan makkelijk naar boven kan. Dat je gewoon leuke dingen kan doen naast winkelen ook. Het is, het is misschien wel grappig dat en een vrouwelijke wethouder en een vrouwelijke gedeputeerde Nadine. Want wij hebben toch wel de naam dat wij er altijd van genieten als dames. Maar volgens mij heren zijn net zo. Je wil gewoon een leuke dag hebben. Als je dan toch die tijd uittrekt, moet dat ook op een leuke manier. Het is al gezegd, Leidschagen, wat gaat er allemaal gebeuren? 30.000 vierkante meter kantoren is er zeg maar, uit de markt gehaald. Maar ook, en dat is nog niet genoemd, dus ik heb een nieuwtje ook. Misschien wel, nee. Er worden ook 500 extra banen gecreëerd. En dat is ook heel erg belangrijk voor de werkgelegenheid. En waar ik zelf ook heel erg trots en ook al dankbaar bijna voor ben, is dat Unibail Rodamco zich ook als partner van de gemeente ziet om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt hier ook een plekje te gaan geven. Dan tot slot wil ik in elk geval de omwonenden bedanken. Dus ook even aangegeven door Teun. Zij hebben heel veel uren, avonden hier volgens mij achter bij jullie de kantoor gezeten om te praten over de plannen, over de verkeersafwikkeling, over waar de bouwgrens moet komen. Nou, ik weet geen onderwerp wat niet aan de orde is gekomen, maar ook voor hun geldt dat we ook tijdens moeilijke tijden wel goed met elkaar zijn blijven praten en dat is gewoon fijn. Nou, we gaan vandaag hopelijk een periode afsluiten van slopen en breken en gaan we beginnen met de bouw. We zijn ook al een klein beetje begonnen, maar vandaag het officiële startschot. En ik zou willen zeggen, op naar de Mall of the Netherlands. Dankjewel voor jullie aandacht. Ja, dankjewel Nadine. Dan gaan we nu over naar het officiële moment. We gaan naar buiten. Buiten komend bij Gina gaan we linksaf volgen de trambaan richting het voormalige kantorencomplex waar de officiële starthandeling zal plaatsvinden.